Hallo kijkers van Shinesprite, welkom bij een nieuwe aflevering van de Harry Potter Generations. Ik ben gewoon met Rusty Rondje en ik ben hem aan het inhalen, want hij doet niks. Oh, ik ben hem aan het inhalen. Het enige wat ik hoef te doen is zeggen van, hey jongens, wel trusten. Voor de mensen thuis, we zijn weer in een gloednieuwe sessie. En ik vroeg net voordat de sessie begon aan Mike van, yo, gaan we deze game, deze sessie uitspelen? En de kans is best groot. En die kans is inderdaad aanwezig. Voor Forbidden Forest. Daar zo, ik heb ineens 180 punten. Ik ga van 90 naar 180. Ja, ja, ik zag het net al in jouw... hoe noem je dat? Ik weet het niet meer. In je... Achtergrond? In je achtergrond. Ja, niet in je achtergrond, maar in je menuscherm. Oh. Wacht, hoe ga ik... Oh, is dat gewoon verder lopen dan? Naar de Quidditch practice, hè? Nee, dat, je bent al verkeerd gelopen. Oh, hier rechtdoor? Nee. Oh. Terug? En dan de meest linkse. Oh, maat. Ik zag dat niet eens dat daar een verschil in zat, joh. Dat is echt raar gedaan. In deel 1 kon je gewoon over het hele terrein heen lopen. Ja, nee. Dit is alleen bij deel 2 op de Gamecube. Bij de PlayStation 2 is dat dus niet. Oh. Dat is heftig. Ja. Nou, het heeft eventjes geduurd, maar ik mag eindelijk ook gaan bewegen. Nee, hij mag bewegen. Up, hoe durf je te bewegen? Ik ben verschrikkelijk woedend. Ja. Yo, listen up, daar is een plank. Ja, die een beuker in de wedstrijd tegen zijn gezicht aan krijgt. Of was het een was één van de twee. Hij krijgt hem in deel 1 in zijn borst en in deel 2 tegen de bezem. Oh. Maat, ik ben nog geen halve seconde aan het vliegen en ik werd al meteen weer gestoord door onze grote vriend Plank. Ja, dat had ik dus ook toen mijn beurt was om te vliegen. Ja. Milan, ik mag het oh zo leuke stukje gaan doen. Wat is het oh zo leuk? Oh, mag je kwast zijn? Nee. Wat dan? Het oh zo leuke stukje... Wat jij in deel 1 zo leuk vond. Oh jee. Nu al zin in. Ik mag daar nu lekker naartoe gaan. Ik mag weer naar de beep. Leuk. Ja, leuk. Ik ben het totaal niet gemotiveerd om naar die beep te gaan. Want ik moet naar de tweede verdieping toch? Daar is hier geen prefect. Maar dan moeten we nog best wel veel, want we moeten nog eens korsel en kwast spelen. Ja, maar dat doe je volgens mij hierna. Oké. Moet je deze keer niet alle ingrediënten halen? Nee, dat doet Hermeline volgens mij gewoon deels. Oh, dat is nice. Ik ben aangevallen door een boek alweer. Leave me alone. Oh, dit ging niet goed. Ja, ik dacht dat je het kut kan afsnijden. Ja, maar de booster, dat is echt kut. Dat is het ook. Je kan het gewoon niet sturen. Nee. Je kan het gewoon niet besturen. Dat is gewoon het hele grote nadeel. Wacht, dit is slim. Ik stuur lekker een ding af van... Oké, laat maar. Ik ben door het eerste stuk heen. Waarom is de camera van deze kant? Dat is een geheimpje. Ik ook weer met mijn nadelen en voordelen en prefects hier, prefects daar. Prefects overal. Ja, maar het ding is... Ik lees al! Ja, je moet gewoon opletten. Ja, maar de camera is zo kut. Ja, dat is zo kut. Van bovenaan kan je helemaal niet zien waar die prefects lopen. Nee, daarom. Ik zal waarschijnlijk gaan boos worden straks, dan weet je dat wat. Ja, ik neem het je ook zeker niet kwalijk. Dat is fijn. Oh ja, tuurlijk. Ik loop er vol tegen heen aan. Wacht, maar Milan, dan heb ik een betere vraag. Ja. Komen wij hier nog met huispunten terug in Gryffindor? Wat bedoel je? Als de prefect ons vangen, verliezen wij 10 house points. Ja. Zullen wij nog met house points terugkomen in de leerlingenkamer? Nee. Volgens mij gaan die niet echt af, toch? De 10. Ja. Echt? Ja, die gaan er echt af. Wat? Dus je ziet dan links onderin zie je het Gryffindor-icoontje met
10 house punten minder. Wat? Oké. Daarheen en dan doen we er hier één en we zijn alweer betrapt. Time your gravity snatch and you'll catch it. Help, 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 help. Oké, dat was stuk 1. Oké, dat was stuk 1. Maar je ziet toch helemaal niks? Oh, ik zou zo boos worden. Dat is hem dus ook. Je ziet geen ene zak. Wacht, was hij toch een prefect? One opposing seeker, two badgers, and two opposing beasts. Ja, maar die camera's die doen ook echt helemaal niks. Ik zou maat, dat is gewoon fucking kut. Oh ja, tuurlijk. Er is inderdaad een prefect. Opletten, linksonder. Nou is het er niet. Ah. Nee, misschien dat je maar één keer 10 kan verliezen op dezelfde plek. Dat kan ook nog. Ik dacht dat ze het zullen echt niet maken dat je opeens 0 overhoudt. Dat zou heel raar zijn. Nee, dat klopt. Dat zou sabotage zijn. En dan kunnen we zeggen, krijg de sabotering. Oh, ik word alweer beschoten. Niet beschoten? Nou, daar gaan we weer op. Poging nummer 5. Oh, ik schiet er gewoon vol een flippendum op iemand. Lieve Brittany alone. Lief Brittany. Hij staat vast in de kast, vriend! Er is hier sprake van sabotage. Dat klopt, jongen. Ik heb zojuist mijn stoel gesloopt. Lekker. Oh! Een E+, kijk, hoppateetje. 1 miljoen punten voor Gryffindor. Dat verpast er niet eens op dat ding, joh. Dat maakt niet uit. Hoezo krijg ik een berichtje van Nandowing op Discord? Nandowing? Harry Potter, jij en Mike. Ja, zie je. Hij spot ons Harry Pottering. Ja, hij spot alles. Er gaat niks Nando zomaar voorbij. Nee. Oh, echt, ik heb nog heel veel te vertellen, maar het is eigenlijk minstens van, ik ben eigenlijk echt gefocust om dit te doen. Oh, ik ben wel heel erg benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt. Ja, alleen ik word steeds gevangen door die prefect waar ik op probeer te concentreren, maar hij zit vast in die kast lijkt wel. Ik kom jou eventjes even inhalen, ja? Vind je dat er? Ja, zo wil ik zeker winnen. Ja, ik ga zeggen, dan doen we die gewoon, hè. We zijn, het eerste stuk is prima te doen, alleen het tweede stuk is gewoon kloten. Kering. Ja. There are some wizards like Malfoy family. Oh. Ik heb weer een prefect geraakt. Oh, rennen! Oh, rennen! What the fuck? Ja, dat was net dus ook. En hij staat daar al klaar om op mij te schieten. Hij is aan het campen. Dit wordt nog wat. Al die moeite om zo meteen weer die enorme kast te klimmen. Zekering. Oké, dat is dus zo en dan het. Gryffindor. Het portret naar de verboden kamer. Hey, ik heb nu net zoveel punten als jou, Milan. Ik heb er ook. Ik raak weer die prefect. Oh. Hij ging voorbij de 7 en toen ging hij nog verder. Toen werd 120. Huh? Ja. Hij ging ineens. Zijn locomotor misschien met een bokje. Ja, dat is echt vals spelerij. Ja, we hebben gewoon handingmissels. Gewoon pads. Rotse vlotse. Ja, dat is wel vals. Zijn het toevallig Paddy's locomotormortissen? Zou zomaar kunnen. Ja, dat moet wel als er vals wordt gespeeld. Ja, hij heeft die prefects van omgekocht. Echt hoor. Hij heeft die staffen zo aangepast dat ze gewoon met een bordje kunnen schieten. In het Engels noemen ze dat omkoping. Ja.
Ja, jongen, hou nog maar stil met je. Get back to your dormitory. Ja, doe maar. Dormitory. Ga jij maar eens naar je dormitory. Nee, ik moet zeggen, dat ben jij al, dus dan hoef ik niet te zijn. Nee, ik ga hier wegrennen. Echt. Je vuile Hermeline. Ga zelf lekker naar de library. Ga zelf lekker vechten met... Voldemort. Nou, dat mag ook. En ik heb weer de prefect gehaakt. Ik scoor toch echt pluspunten bij die mensen. Je doet ook wel je best. Kijk uit, hè, daar zit hij. Hij schoot mij raak door die kast! Echt, als ik jou hier zo meteen gewoon voorbij zie komen lopen alsof het een normale zaak op een normale doodgewone zondagavond is, hè, dan... Oh. Oh, dat zou lekker zijn. Dat jouw lekker inhaling. Woo. Ja, ik spreek jou nog wel bij Voldemort. Ah. Ja, slangetje verslaan, niks in de hand. Ja, maar je moet ook nog met kwast naar de kelders. Zin in. Met prefects. Zin in. Oké, daar heb ik geen zin. Oh. Jij bent op de goede verdieping. Oh, ik word aan... Oeh, kijk mijn HP bar. Iemand is hier bijna dood. Ah, Milan ook hier. Wat gezellig. Ja, inhaling. Kabooming. Nou, ondertussen ken ik het eerste stukje wel uit mijn hoofd. Oh, iemand heeft erop afkijken. Ik ga hem in één keer doen. Nee. I swear to God. Nee, Lekker. Maar die kon ik nog helemaal niet zien. Wat een lulkoekerij. Je verliest 5 punten. Ja, omdat je goed moet zijn om 6 te verliezen. Of om 10 te verliezen. Nee, om 5 te verliezen moet je goed zijn. Anders verlies je de 10. Oh, ik had het zo fucking grappig gevonden als het me in één keer zou lukken. Ik ben gepakt meteen op een stukje waar ik denk, dat kan ik altijd doorlopen. Oh, same. Nu moet hij helemaal naar me toe komen lopen. Duurt fucking lang, maat! Ja, klopt. Hij moet naar jou toe komen. You know the rules. You should be out at night. Hij is er gewoon nog 15 kwijt. Milan, wat? Nou, dat jij zo wil winnen. Oké, okay, we zijn het eerste stukje weer voorbij. Hermione said I have to go past the library. Find the portrait to the restricted section. Right. Huh? Somewhere around here is a portrait. Hij was niet eens op beeld! Oh, en dan nog het muziekje er ook nog bij, hè? Ik denk dat het voor mij tijd is om een nieuwe stoel te kopen. Hij valt hier langzaam maar naar elkaar. Oh jee. Nee, Milan. The portrait. Het portret is daar. Wie staat er voor aan? Ik haat pak het hem, leven. Daar is hij! Pak hem! Hey, you! Hij schoot mij weer raak! Maar nu ben ik wel bij mijn nemesis gebied gekomen. Ai. Ja, maar het echte deze man schoot mij weer gewoon dood door, of schoot mij dood, raakte mij weer door die kast. Ja. Wow. Het is agressieve business. Ik word getrapt. Hey, wacht maar, je mag toch nog duelleren met Corso Kwast en Draco. Corso Kwast en Draco? Ja. Wow. Dat is fijn met 1 HP. Ja, maar positief is dat HP wordt geteld op punten. Oh ja. En die schiet weer tegen die prefect aan. Hallo prefect. Een pompoentaartje. Kijk, dat is nice. Goed, even kijken of het in deze game beter is gemaakt. Huh? Hij
kijk de andere kant. Oh. Echt, ik zit hier, we zijn nog de hele sessie vast. Dat zou niet zo mooi zijn. Au, dat is ook niet zo mooi. Wat? Ja, jouw HP was toch nul? Nee, ik had net een pompoentaartje gegeten. Ah, dat verklaart een hoop. Oké, dit is moeilijker dan in deel 1. Kut. En waarom schiet ik steeds op die prefect? Ik weet niet waarom je dat doet. Ja, vind ik leuk. Nee, ik wil... Maat. Zit hier ketelcookie lekker in? Nou. Wat viel tegen. Nou, vlieg door. Oké. Okay. Dan doen we het zo. En dan doen we het zo. En ik raak de prefect. Ik ben dead. Ben je nou dood gegaan? Ja, ja. Door zo'n boek. Ah, door zo'n boek. Oké. Okay. Toen flikkerde ik naar beneden. Om het nog even erger te maken. Oké. Okay. Toevallig niet nog een geheim kistje. Oh ja. Wat? Dan moet er gaan. Oh, nice. Een koekje. Hey, ik kreeg geen AP. Wacht, word je helemaal geheeld? Nee. Maar er ging helemaal geen AP bij toen ik de Golden Cape pakte. Kom op, lopen. Tot nu toe ben gekomen. Je kan het rustig, ik geloof in jou. Nee, oh jawel, je wordt wel geheeld. Wel? Ja, je wordt full geheeld in deze game als je doodgaat. Oh, dat is wel beter. Dat is zeker beter. En ook veel eerlijker. Ja, want anders is de fight tegen Voldemort totaal niet eerlijk. Nee, precies. Oh, kut. Ik schrok me ook helemaal de tyfus. Oh, je zag mijn flintje waarschijnlijk op cam. Kom, waar ga je heen? Nee, hoezo? Het zijn trouwens ook mijn boeken. What the fuck? Laat maar lopen, 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 laat maar lopen! Ik zit echt op A te spammen alsof het leven ervan afhangt. Wacht, ik heb geen celebration sound. Oh, ik zit echt mijn hele ding af te zoeken, maar ik heb helemaal geen happy sound. Oh, dat is wel sad. Ja, maar de reden van is, ik ben er eindelijk doorheen. Dat is nice. Het heeft me bijna de hele aflevering gekost, maar... Ja, dat is echt zo. De aflevering is oprecht bijna af. Ja, daarom. Maar ja, het positieve is, we zijn allebei daar voorbij. Nu dit nog. A pumpkin pastry. Een pumpkin pasty. Want we hadden hier ook nog iets, toch? Ja. Wat hadden we hier? Een ketelkoekski. Even kijken, waar is de trap? Als je denkt dat de wall sneaks klaar zijn, dan komt er nog een wall sneak. Oh. Het is echt niet te geloven. Hé! Hey, kutboek! Krijg de dieven zijn. Oh, maar die boek... Oké. Ja, die boeken zijn zwaar. Kut. Kut. Huh? Nee, maar iedere keer als je denkt van, oh, die boeken gaan die kast in, dan blijkt het toch weer zo te zijn van, ja, hey, denk het toch van niet. Dan doet hij, oh nee, toch niet.
Oh ja, tuurlijk. En nou duwt hij me eraf. Oh, tijd op. Wel even. Ik wil even veilig staan. Ja, dat snap ik. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.